Toen ben ik hier onder een plaatselijk viaduct al een paar piemels gaan transformeren tot een banaan op een fiets. Tourpiemels transformeren. Het klinkt niet meteen als een droombaan, maar voor kunstenares Nicole van der Veen uit Heiken is dat het wel. Ze is groot wielerfan en toen ze 2 jaar geleden een reportage op de NOS zag over het omtoveren van geverfde piemels op de weg, wist ze, dat wil ik ook. Het triggerde mij gewoon enorm toen ik het item bij de NOS zag. Dat ik dacht, sport en iets maken, creatief, dat zijn beide dingen die ik heel graag doe. Dus ik dacht, hoe meer in de kern van zo'n sportief evenement kun je zijn en dan ook nog creatief bezig zijn? Daar moet ik bij zijn, dacht ik toen. Kijk, je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel filmbeelden van zo'n Tour de France etappe, ook van boven. En ze willen gewoon die elementen niet in beeld hebben. Dus het is de bedoeling dat je op een creatieve manier daar even vlot een leuk beestje of een ander element van maakt. Met grote kwasten en een paar emmers en weer door. Toen in 2009 de Vuelta door Heiken kwam, combineerde Nicole haar twee passies, schilderen en wielrennen, ook al even. Ze maakte een muurschildering op het café in het dorp. Dit jaar hoopt ze haar schilderkunsten in Frankrijk te kunnen tonen als piemelpoetser tijdens de Tour. Ze stuurde de tourorganisatie een brief, maar dat ging niet meteen goed. Het bleek dat ik niet het goede adres had. Maar inmiddels heb ik via wat mensen die er wat meer van weten de bedrijfsnaam gekregen van die groep die dus dat 's ochtends allemaal wegschildert. Dus de volgende stap gaat zijn dat ik hun ga benaderen. Volgens mij komt er bij de Tour de France ook geen inkleuren aan te pas. Maar het gaat om de demonstratie dat zij kunnen zien dat ik snel iets kan veranderen. Is dit ook een beetje het werk wat je normaal aflevert als kunstenares? Nee. Ik ben voornamelijk portretschilder, dus dat doe ik heel erg graag. Maar dit is wel iets waar je gewoon blij van kan worden. Tenminste, ik wel. Nou, en voilà. Une poire.